Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Meteorologie. Dit keer vanuit lokaal 366. Het gaat over opstijgende lucht, convectie en expansie. Wat ga ik bespreken? Ik ga nog even kort bespreken waarom lucht ook weer opstijgt. Dat hebben jullie waarschijnlijk in de onderbouw gehad, maar ik denk ik vertel het nog een keer. We gaan het hebben over expansie en de daling van de temperatuur. Het verschil tussen droge en vochtige lucht. En ik ga twee voorbeelden laten zien. We gaan snel. Lucht heeft een standaard, bij standaard druk en temperatuur een dichtheid van 1,293 kilogram per kubieke meter. Dat kun je vinden in je BINAS. Stel je nou voor dat we te maken hebben met een eiland wat in zee ligt. Daar is het. En we bekijken een denkbeeldige bellucht boven dit eiland, aangegeven met behulp van die stippenlijn. Als de zon gaat schijnen, begint de temperatuur te stijgen en de temperatuur van het eiland neemt sneller toe dan de temperatuur van de zee. En dat komt natuurlijk doordat de zee, het water, een veel grotere warmtecapaciteit heeft. Water heeft een warmtecapaciteit van 4180 joule per kilo per Kelvin. Dat betekent dat je 4180 joule nodig hebt om 1 kilogram water, dus dat is ongeveer een liter, 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen. Dat is ongeveer de hoogste warmtecapaciteit van alle stoffen die er zijn. Dus dat gaat heel erg langzaam. Die stijging van de zeetemperatuur gaat dus heel erg langzaam, terwijl het eiland bestaat voor een groot deel uit zand. Dat wordt veel sneller warm. Dus dat eiland krijgt een veel hogere temperatuur. Dat betekent ook dat die luchtbel boven dat eiland een hogere temperatuur krijgt als de omringende lucht. En dat betekent dat die bel uitzet. Hè? Stoffen die warm worden, die zetten uit. Ondertussen zit nog wel dezelfde hoeveelheid lucht in die bel. En dat betekent dus de massa blijft gelijk, terwijl het volume groter wordt. En dat betekent dat de dichtheid van de lucht in de bel kleiner is geworden. Als stof, als lucht warmer wordt, dan neemt de dichtheid af. De dichtheid van de lucht is nu lager in de bel, is nu lager dan de dichtheid van de lucht eromheen. En we hebben in een van de beginvideo's gezien wat dat betekent. Dan gaat namelijk de wet van Archimedes optreden en met de opwaartse kracht. De opwaartse kracht, doordat de dichtheid in de bel kleiner is, is de opwaartse kracht groter dan de zwaartekracht. En doordat de opwaartse kracht groter is, gaat die luchtbel opstijgen. We noemen dit convectie. Hij gaat niet helemaal omhoog, want dat kreeg ik niet voor elkaar in de animatie. Maar dat is niet erg, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ondertussen is het ook nog zo dat in de bovenlucht de luchtdruk lager is. Als de luchtdruk op het zeeoppervlak ongeveer 1000 hectopascal is, dan is het een stukje hoger 900 hectopascal. En hoe hoger je komt, hoe lager die druk wordt. Dus dat betekent dat als die luchtbel opstijgt, dat die omringende lucht een lagere druk heeft dan de luchtdruk in de bel. Want de luchtdruk in de bel is natuurlijk even groot als de druk die die hier beneden heeft. Dus laten we zeggen 1000 hectopascal. Dus als die luchtbel opstijgt, bijvoorbeeld hier naartoe, dan is de druk in de bel 1000, terwijl de druk buiten de bel 900 hectopascal is en daardoor gaat die bel uitzetten. P maal V moet constant zijn, hebben we geleerd vorig jaar in hoofdstuk 3. Als die nog hoger komt, wordt die nog groter en dat noemen we expansie. Die luchtbel die zet uit en dat heet expansie. Maar er is wel een probleempje mee, want dat kost namelijk energie. Uitzetten gaat niet vanzelf. Die energie die moet ergens vandaan komen. Nou, er is maar één ding waar die luchtbel zijn energie vandaan kan halen en dat is uit de lucht zelf. De lucht heeft de luchtmoleculen bewegen, dus de luchtmoleculen hebben bewegingsenergie. En een deel van die bewegingsenergie wordt gebruikt om die luchtbel uit te laten zetten. Dus die luchtmoleculen die krijgen minder bewegingsenergie als die luchtbel uitzet. En als ze minder bewegingsenergie krijgen, betekent dat dat de temperatuur lager wordt. De temperatuur in de luchtbel daalt met ongeveer 1 graad Celsius per 100 meter.
Als de lucht vochtig is, dan gebeurt er nog iets anders. Als die lucht wel opstijgt, dan daalt natuurlijk die temperatuur. En nu kan het gebeuren dat op een gegeven moment het dauwpunt bereikt is. Als je niet meer precies weet wat het is, kijk je naar een van de vorige video's die gaat over vocht in de atmosfeer. Op het moment dat het dauwpunt gehaald wordt, begint de lucht te condenseren. Er ontstaat een wolk. Daar is die. Maar we hebben ook geleerd dat het ontstaan van wolk, condensatie, dat het energie oplevert. Dus een deel van die energie om de bel uit te laten zetten, kan gehaald worden uit die condensatie. En dan hoeven die moleculen niet meer zoveel af te remmen. En dat betekent dus dat in vochtige lucht de temperatuur minder snel daalt dan in droge lucht. De temperatuur daalt nu nog maar met 0,6 graden Celsius per 100 meter. Ondertussen stijgt die lucht op, het blijft condenseren, dus de wolk die wordt steeds hoger en dikker. Je ziet wel dat de wolkenbasis, hè, dat is de rand, onderrand van de wolk, op dezelfde hoogte blijft liggen. Want die hangt natuurlijk alleen af van die dauwpuntstemperatuur. De temperatuur waarop de lucht begint te condenseren. Als we dat in een diagram uitzetten, dan krijgen we deze twee grafieken. We zien op de horizontale as de temperatuur in graden Celsius, op de verticale as de hoogte. Dat ziet er een beetje gek uit, want eigenlijk is natuurlijk hier de hoogte de onafhankelijke variabele. En je gaat kijken wat er met de temperatuur gebeurt. Maar omdat de hoogte altijd van boven naar beneden is, of van beneden naar boven in dit geval, zetten we die op de verticale as. En we zien twee grafieken, een oranje en een blauwe. De oranje grafiek is voor de droge lucht, waarbij de temperatuur iedere kilometer 10 graden daalt, hè, 1 graad per 100 meter is 10 graden per kilometer. Dus van 20 naar 10 graden, dan gaat de bel een kilometer omhoog, weer een kilometer omhoog, etc. En de blauwe lijn, die gaat natuurlijk over vochtige lucht, want daar daalt de temperatuur maar 6 graden per kilometer. Goed, een rekenvoorbeeld, het eerste rekenvoorbeeld. Stel je voor dat we een luchtbel hebben van 30 graden Celsius en die stijgt op van het aardoppervlak. Maar de lucht in de atmosfeer die volgt een hele andere grafiek. Hè. De lucht boven zee bijvoorbeeld, we hadden net dat eiland. De lucht boven dat eiland is 30 graden. Maar de lucht boven zee is natuurlijk veel kouder. Laten we zeggen dat die 10 graden Celsius is. En dat de grafiek van die lucht boven zee, de atmosfeer, deze kromme volgt. Deze lijn volgt, deze groene lijn. En dus die gaat minder snel en begint bij een andere temperatuur. Hoe hoog komt die bel? Die luchtbel van boven dat eiland. Nou, het is een droge bel, dus dat betekent dat hij de oranje grafiek volgt. Hij begint bij 30 graden en iedere kilometer gaat er 10 graden vanaf. Zolang de dichtheid in de luchtbel groter is, of zolang de temperatuur hoger is, is de dichtheid in de luchtbel lager. En zolang de dichtheid lager is, stijgt de luchtbel op. Op een gegeven moment zul je zien dat de temperatuur van de luchtbel en van de omgevingslucht hetzelfde is geworden. Dat is hier op ongeveer 3,3 kilometer. Als de luchtbel nog verder omhoog gaat, dus stel je voor dat de luchtbel hier terecht komt, dan is de temperatuur van de luchtbel lager dan de temperatuur van de atmosfeer. Dus de dichtheid van de luchtbel is groter en dan gaat de luchtbel weer dalen. Dus hier gaat die omhoog. En hier gaat die luchtbel naar beneden en uiteindelijk zal hij dus precies op die hoogte waar die twee lijnen elkaar snijden op 3,3 kilometer hoogte blijven hangen. Dus het antwoord is, de luchtbel stijgt tot 3,3 kilometer en dat kun je met behulp van zo'n grafiekbepaling uitvinden. In het tweede rekenvoorbeeld hebben we een beetje vocht in de luchtbel. En dus op het eiland, dat is geen kurkdroog eiland van zand, maar er is ook een beetje water. Misschien is er wel een meertje of zoiets. En dat water is verdampt en een gedeelte van dat vocht is in die luchtbel terechtgekomen. Dus die luchtbel die is niet alleen 30 graden Celsius, maar hij bevat 10 graden water per kubieke meter. Nou, wat betekent dat dus? Die luchtbel die gaat straks opstijgen van 30 graden vanaf dat eiland. En terwijl die opstijgt, wordt die steeds kouder. Dus op een gegeven moment zal dat vocht in die luchtbel gaan condenseren. Daarvoor moeten we terug naar de vorige paragraaf. En dan moeten we nog even kijken naar het vocht in de atmosfeer. Daar hadden we te maken met deze grafiek. De temperatuur en de waterdampdichtheid.
We beginnen dus met een luchtbel van 30 graden Celsius en 10 gram water per kubieke meter. Het dauwpunt, hebben we geleerd, is dan 10 graden. En we moeten dan recht opzij, we houden de lucht is 10 gram per kubieke meter. Die kun je af laten koelen, af laten koelen, af laten. En op een gegeven moment snijdt die lijn. Dit is de maximale hoeveelheid waterdamp die er bij deze temperatuur in kan. 10 gram per kubieke meter hoort bij 10 graden Celsius. Dus dat betekent dat als de luchtbel tot een temperatuur van 10 graden Celsius is gezakt, dat dan gaat condenseren. Wat gebeurt er dan dus met die luchtbel? Die begint droog, het is een droge luchtbel, dus die begint eerst gewoon met 10 graden per kilometer te dalen. Op een gegeven moment is hij bij 10 graden Celsius, dan begint het vocht in de luchtbel te condenseren. En dan gaan we niet meer met 10 graden Celsius naar beneden, 10 graden per kilometer naar beneden, maar met 6 graden per kilometer. Dus er komt een knik in die grafiek. Dat betekent dus dat op die 2 kilometer, daar begint het vocht te condenseren. Dus daar zit de onderkant van de wolk. Dat kun je zien aan de knik van de grafiek. En het tweede wat je ziet, is dat de temperatuur van de luchtbel veel langer hoger blijft dan de lucht van de atmosfeer. Die gaat nu snijden, die twee lijnen elkaar pas bij ongeveer 4,8 kilometer. Dus de bel die gaat veel verder omhoog. Vochtige lucht komt hoger. En het tweede wat je kunt concluderen, zolang de temperatuurverschil tussen de luchtbel en de atmosfeer groot is, neemt de snelheid van de luchtbel toe. En aangezien de temperatuurverschil veel langer groot is, gaat die vochtige luchtbel ook veel sneller omhoog.